Ben je nog te zien bij Shownieuws? Nou, ik ben voorlopig even op Ibiza. Echt waar? Ja. Ik woog op een gegeven moment 97 kilo en toen dacht ik echt, als ik de 100 aantik, pak ik een touw. Maar daarom zit ik ook in die kutdozen van jou. Eindelijk iemand die eerlijk is. Betty, in je huis in Almere. Heerlijk, hè? Nou, het is toch. Ik moest even wennen, hoor. De weg naartoe, hier naartoe. Nee, maar het valt allemaal reuze mee. Het is maar één afslag na Muidenberg. Ja. Het is midden in de duinen. Het is prachtig. Je hebt een wijds uitzicht ook. Ja, we zouden eerst naar Muiden gaan. Oké. Toen dachten we, laten we eens een afslagje verder kijken. En waarom? Omdat ik dacht, ik hou van het strand. En ik heb altijd gezegd, ik wil eindigen op het strand. Oh, eindigen ook? Ja, nee. Hierna. Hebben we gelijk nieuws dat je... Nou, sorry, maar al word ik 98, ik ga nooit meer verhuizen. Oh zo, ja. Ik dacht even, je daar begraven wilde worden. Nee. Hij dus, maakt het nieuws nee, van ja, die man. Het moet toch ergens die scoops halen. Nee. En je hebt de pantenprint tot in detail in de stoelen gezet. Het valt wel mee hier, vind ik, hoor. Ja, het is Ralph Lauren, hè? Dan valt het al gauw mee. Ja. Als je pantenprintje doet, dan moet je de goede pakken. Ja. En de keuken moet je kijken nog even, want dat vind ik altijd het pronkstuk ook wel van wat jij en Antoine kunnen. Moet je nou kijken, joh. Ja, leuk, het is hè? Toch het is wel, heel gezellig. Wel, echt ja, heel leuk. Toen we het huis kochten was het heel wit, ja. Met heel veel marmer. Ja. En toen was het een beetje mausoleumachtig. Oh nee, dat wil en je toen niet. Dachten wij, weet je wat we gaan doen? We gaan het nog drukker maken tegen de muren. Zodat het wit marmergevoel contrast wegvalt. En dat is gelukt. Ik vind het heel gezellig. Ik voel me echt helemaal op mijn... Ja, voel me hier heel blij. Ik merk het aan je, ja. Ja. En ik ga jou even rijden. Ja? Ik vind het... Vind ik ook heel vies, hoor. Ja, dat is... Het is allemaal heel dubieus. Maar we gaan even samen rijden. Ja, waar wil je naartoe? Nog dubieuzer. Ik moet naar een lunchafspraak. Oké. Dus hier in Almere Duin. Dus, ik ben nog nooit in Almere Duin geweest, dus kom. Ik ga hier rondrijden. Kom, we gaan. Leuk! Hey, het is toch een beetje boulevard en shownieuws in één auto. Het is net een soort bungalowpark waar we nu uitrijden, is toch? Ja, je bent helemaal vakantiepark. Ja, echt waar. Maar dat is dus ook het gevoel. Daarom vind ik het ook zo lekker om hier te wonen. Ik snap het wel. Ja. Ja. En het is 15 minuten van Hilversum, 15 minuten van Amsterdam. Het is helemaal niks. Top, top. En je voelt je niet een beetje bekeken hier? Dat iedereen juist denkt, daar niet. Heb je Patty. Nee? Daar heb je Patty, Patty. Zij is geweldig. Maar Patty, die serie, dat is wel een soort kroon op wat je allemaal gedaan hebt. Ja. En je wordt er volgens mij emotioneel weer van als je eraan denkt. Wie heeft er nou een serie bij leven over zijn eigen leven gemaakt door Wil Koopman? Niet de minste. De koningin van de dramaseries. Ja. En zij is gewoon... Zij heeft haar draai eraan gegeven. En dat heeft ze gewoon heel goed gedaan. Het heeft voor iedereen goed uitgepakt. Het is een succes op Videoland. Ik ben echt Videoland heel erg dankbaar ook. En, ja? Ja. Weet je dat het een succes is? Want wij horen daar natuurlijk nooit wat over die cijfers. Nou, kan je wat vertellen? Ik weet wel dat het nog steeds heel goed bekeken wordt. Ja? En dat het zelfs in stijgende lijn goed bekeken wordt. Okay. En krijg je veel reacties? Want ik was op de huishoudbeurs met jou. Ja, nou, het was niet normaal wat er allemaal in de rij staat voor jou. Ja, dus het heeft mij heel goed gedaan. Mensen hebben die niet mijn hele verhaal kenden, hebben in elk geval gezien dat ik nooit opgeef en dat ik... een kat met 9 levens, hoe zeg je dat? Ja, het is wel zo. Ja, dit jaar ben ik 69 geworden en dat heb ik echt in stilte gevierd. Maar volgend jaar word ik natuurlijk 70 en dat ga ik heel groot in de Ziggo Dome vieren. De pantenparty. Met de pantenparty. Ja, ik zei wel steeds tijger, maar het is panter. Het is natuurlijk panter. Ja. Pantenprintjes. Ja. En dat wordt hartstikke leuk. Ze zijn nu heel druk bezig met het in elkaar zetten van die show. Het is allemaal haken en breien en het levert heel veel op. En dat is wat ik zo zonde vind aan de periode van feesten en alcohol en weet ik veel wat. Het is allemaal verloren tijd. Ja. En je krijgt het maar één keer. En heb jij nu artiesten of vrienden die je ook dat advies geeft? Dat je iemand opbelt? Bijvoorbeeld Gordon moet ik aan denken. Heb je daar contact mee? Dat je denkt van... Nee, ik vind gewoon ook dat iedereen het voor zich moet weten. Ja, okay. Adam. Ik vind, er is niks zo irritant als mensen die...
zeggen tegen mij van, ah joh, neem er nou eentje. Maar ik vind het ook heel vervelend en soms werkt dat juist tegenovergesteld. Dat mensen zeggen van, hou er nou eens mee op, ja, of dit of dat. Je moet het zelf willen. Het, is dus, het begint bij de persoon zelf. Ja, absoluut. Ja, want ik ben nog bij jou geweest toen jij net die gastric bypass had gedaan. Ja. En toen was je zo blij dat je die ingreep hebt gedaan. Maar dat begint dus bij de key dat je het zelf wilde. Ik wilde het zelf, maar in mijn geval wilde ik het ook omdat ik een slokdarmhernia had. En ik had altijd het zuur. Oh jee joh. Dus moet je je voorstellen als je dan veel zuigt, hoe zuur dat wordt. En toen dacht ik, oké, ik ga... Toen was je leven pas echt zuur. Ja, maar echt. Zure vrouw was ik. Nou, mogen we grap over maken. Tuurlijk, ja. Je mag voor mij altijd grappen maken, dat weet je. Ja. Maar toen dacht ik, nou, ik ga die ingreep doen. Want dat was de enige manier om van die hernia af te komen. Ja. Ik dacht, en dan ga ik zelf eraan toevoegen dat ik stop met drinken. Want ik dacht, je doet dat kwam het toen daardoor. Ja, ja, ik denk, je doet iets met je leven wat best wel ingrijpend is. En dan moet je er zelf ook wat voor over hebben. Ja, dat is en goed. Ik heb het gewoon toen begrepen dat als je het zelf niet omzet in je hoofd, dan gebeurt het ook nooit. Gebeurt het niet. Nee. En dat het dit allemaal teweeg zou brengen, dat had ik natuurlijk nooit kunnen bedenken. Ja. En misschien was ik er wel niet mee geweest, want ik was redelijk ongezond. Hè? Echt waar? Ja, ik was prediabeet, dus bijna suikerziekte. En, en mijn broertje is overleden aan de gevolgen van diabetes. Ja. Dus er zit heel veel in de familie. Dat is een andere reden waarom ik die gastric bypass wilde. Ik woog op een gegeven moment 97 kilo en toen dacht ik echt, als ik de 100 aantik, pak ik een touw. Maar ik kreeg het er gewoon niet af. Complimenten, Patty, maar dat vind ik echt. En ik moet zeggen, voor je gezondheid, maar ook voor hoe je bent. En hoe je het eigenlijk in die serie ook, hè, hoe dat eindigt. Dat is gewoon natuurlijk het mooiste. Het grootste cadeau. Ja, het is... Want ja, daardoor is je contact met je dochter ook weer hersteld. Ja, het is fantastisch. Dat is echt heel leuk. Ik ben heel erg gelukkig met hoe dat contact nu gaat. Ja. Zij is gewoon een volwassen vrouw. En... ja, ik heb als moeder moeten leren loslaten. Ja. Want daar hadden we in het begin nog wel een beetje moeite mee. Dat ik dacht dat we tijd moesten inhalen. Maar dat snap ik, want je was haar heel lang kwijt in je leven. Ja. Maar je kan geen tijd inhalen. Nee. Zij is gewoon ook een volwassen vrouw nu geworden met haar eigen leven. En, ben je trots op haar? Heel erg. Ja? Ja. Ook gestopt met drinken, roken, alles. Dus zij ook daarin... ben ik heel blij dat ik dat voorbeeld heb kunnen stellen. Maar even, Patty. Ja, ik zeg net, Boulevard en Shonis in één auto. Maar klopt dat wel? Ik ben eventjes een tijdje weg. Ja. Ja, lekker. Maar ben je nog te zien bij Shonieuws? Nou, ik ben voorlopig even op Ibiza. Echt waar? Ja. Dus we gaan jou voorlopig niet daar aan die tafel zien? Nee, eventjes niet. En waarom niet? Nou, omdat ik gewoon heel eventjes tot mezelf wil komen. Ja. En nogmaals, ik zag met die serie zoveel Patty, al die bushokjes, man. Ik dacht, gek, ik reed van de week, was ik al even op Ibiza. En toen reed ik langs een bushokje en dacht, waarom staat mijn naam er niet op? Nou, dan ben je redelijk niet goed aan het worden. Ik ben niet goed bij je hoofd. Nee. Waar is mijn poster? Ja, maar heel even, waarom staat Rolly Brood niet op dit bushokje? Hola! Hola, ¿qué tal? Ik wil het nu weten. Ja. Maar ik vind dit wel nieuws. Ik bedoel, ik weet dat jij van Shonis ook wel houdt. En ik ben dol op al mijn collega's. Ja, nou ja, Frits Hoefnagel ook. Ik ben dol op bijna al mijn collega's. Oh. Nee hoor. Nou, nee. Frits, dan had je wel even een dingetje. Hé, hey, zit iets aan te puren? Ja, het is boulevard, Patty. Ja. We moeten toch even vragen. Maar als blikken konden doden... Dan was Frits nu, die had onder die desk gelegen. Ja. Hoezo dan? Ja, je had iets tegen hem of zo, toch? Nee, ik heb helemaal niets tegen hem, maar misschien dat hij iets tegen mij heeft. Dat kan ook. Dat kan ook. Oh ja. Dan moet je moeten hem even bellen. Ja, we gaan je bellen. Frits, mag ik je heel even? Zullen we hem nu bellen? Frits, heb jij iets tegen Patty? Nee. Hij antwoordt ook niet. Nou, wat laf, wat laf. Maar en ga jij... Kom je terug bij SBS? Heb je je contract verlengd? Nee. Heb je niet je contract verlengd? Nee. Ik
laat het even allemaal rustig bezinken en op me afkomen. Oké. Okay. Kijk, dat freelancen bevalt me uitstekend. Ja. En natuurlijk al mijn collecties die ik aan het doen ben. Ja. Ik ben lekker die pantenparty aan het doen. Leuk. Ik ben misschien zelfs de making of de pantenparty aan het draaien. Dus ik heb heel veel te doen. Voor een zender of... Niet voor thuis. Voor Antoine. Leuk als je kijkt, Antoine. Maar even, want ik ga hier even doorheen. Ja. Betekent dit dat we jou misschien binnenkort bij RTL gaan zien? Nou, zeker, want ik doe heel veel dingen voor RTL. Ja, oké. Okay. Ja, de serie is bij Videoland. De serie is bij Videoland. Maar je doet heel veel, vertel eens. Nou, leuke programma's heb ik aan meegewerkt. Ja, ook uitgezonden moeten worden. Echt? Ja, oké. Okay. Maar zoveel presentatieklussen zijn er niet, hè? Nee, daarom. Nee, maar dat begrijp ik. Ja. Maar neig je, je zegt even pas op de plaats, ik wil even kijken wat ik leuk vind. Ja, betekent ik werd net ook gebeld voor een nieuw format voor Amazon Prime. Oké. Okay. Denk ik ook, ja, ook leuk. Dus je pakt gewoon even nu wat je leuk vindt, ga je uitkiezen. Ik ga even over nadenken en dan denk ik, ja, het is nieuw, ik weet niet of ik dit leuk vind. Nou, ik vind het wel fris van je. Want ik moet zeggen dat je kan ook vasthouden aan wat je doet. Ik denk dat de SBS-shownieuws je graag had gehouden. Ja. Klopt dat? Ja, ik denk ook wel. Zijn jullie goed? Ja, jullie zijn goed uit elkaar gegaan. Nou ja, goed dat het contract was voorbij. Dus, ja. En toen heb ik het niet verlengd. Nee, joh. Nou, en voor hetzelfde geld ga ik weer terug, hoor. Maar dat kan. Maar voor nu eventjes niet. Nou, wat goed. En dat vind ik ook wel heel stoer ik van vind mezelf. Het wel, mag ik dat? Ja, wilde ik net zeggen. Want je kan ook denken, ja, ik ben 69. Je weet nooit hoe die tv-wereld... het is een gekke wereld waar je in werkt. Maar ik doe natuurlijk wel meer dan tv. Ja. Alleen ik wil wel zichtbaar blijven. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Ja. Maar daarom zit ik ook in die kutauto van jou. Eindelijk iemand die eerlijk is. Nou, en zichtbaar ben je hoor. Daar zorgen we voor. Het wordt goed uitgelegd hier. Lekker liggen erop. U moest eens weten hoeveel geld het heeft gekost om mevrouw Bart in deze auto te krijgen. Ik heb nog iets voor jou meegenomen. Oh, dat zit hier in het midden. Zou je dat eens open willen maken? Het zijn de boulevard dilemma's. Hallo. Ja, Petra, lees ze hardop voor. Wat vind je leuker, je boek of je serie? Dat vind ik heel moeilijk. Want één was een periode uit mijn leven en het andere is fictief. Ja. Dus ik vind niet dat je het met elkaar kunt vergelijken. Maar ik vond de serie indrukwekkender. Ja. Weer op het podium met Marga en José of nog één keer van de 10 meter duikplank. Nou, nog liever met 20 Marga's en José's. Oh, die lip ook. Ja. En dat Gerard ook zei, je bloedt helemaal, maar wat gezellig. Ja, echt. Trouwens, dat doet me denken aan het feit dat die hele Wil Koopman heeft dus nooit eigenlijk toestemming gevraagd voor die duik. Nee, inderdaad. Zit er 300 keer in. Die vrouw. Ja, dan had je toch nog even met Wil moeten bellen, ja. Nooit meer pantenprint dragen of terug naar je oude plus-size kledingmaat. Nou, echt gewoon... Dat kan ik niet. Dit is moeilijk deze, hè? Het is heel moeilijk, hoor. Ja, maar je vertelde net wel heel mooi over dat je die tijd achter je hebt gelaten, ook om een reden. Dus ik denk, dat weegt... We gaan echt dan... We gaan nooit meer naar die oude plus-size kleding. Nee, snap ik. Maar we gaan ook niet nooit meer in een pantenprint. Nou, die mag vooruit. Oké. Nog een wereldreis maken met Antoine of met Priscilla op vakantie? Nou, Priscilla komt volgende week op vakantie. Dat is superleuk. Dus nou nog die wereldreis met Antoine hebben ze ook weer allebei. Hè? Helemaal top. Uit eten met Ron Brandstede of uit eten met René Muttert? Nee, met René Muttert. Dat eten is dan al gegeten. Door hem? Ja. Nee. Nou, maar René, even nog. Ja, die wil toch een rechtszaak aanspannen of zo? Ja, maar heeft hij wel gelezen dat het fictief is? Ja, oh, dat is dat... En trouwens, zijn gedeelte was niks fictiefs aan. Godsamme. Als hij een rechtszaak aanspant, dan kan ik nog wel een claimpje indienen, denk ik. Nou, inderdaad, er is wel... Klopt dat allemaal? Dat klopt allemaal. Met Antoine voor altijd op Ibiza blijven werken en in Almere wonen. Of in Almere op Ibiza, of blijven werken en in Almere wonen. Ik wil gewoon de combi. Ik snap waarom het. Waarom moet je toch altijd... waarom moet ik toch altijd kiezen? Het is de rode draad in je leven. Wil je dit of wil je dat? SBS of RTL? SBS of RTL? Ik wil gewoon leuk werk. Nou, bellen. Als je wilt dat Patty werkt, bel even. Met Antoine, nee. Ik wil die combi. Ja, dus je wil en op Ibiza en hier in Almere en werken. Ja. Ja. Nou, en ik wil ook... Ik vind het oké. Dat snap ik toch ook. Wat lief van je. Ja, natuurlijk. Ben ik toch. Nee.
een dierenasiel openen in het buitenland of nog 5 jaar extra werken in de tv. Ik gun mijn dochter dat ze een dierenasiel opent in het buitenland, ja, want dat is haar grootste wens. Ja. En dan blijf ik nog wel 5 jaar extra werken op tv om dat te bekostigen. Ja, je bent wel slim, zeg. Dus dat is de deal dan. Ja. Maar je wil nog wel op tv blijven. Ja, het is toch gewoon... Het is gewoon onzinnig om nu te stoppen. Omdat ik er zo'n plezier in heb en ik nog zoveel te doen heb. Nu zie ik jou wel in zo'n panterbadpak lopen. Is toch enig? Ja, ik vind het leuk. Zo, en dan hoort eigenlijk een muziekje bij. Wacht even, want het is natuurlijk weer zo... Als ik de golven aan het strand zie, de duinen, het land zie, denk ik aan mijn vakantie. Vakantie. Wat heerlijk. Dan denk ik ook aan jou. Toch? Ja, die is leuk. Ja, die is enig. Ja, ik vind deze leuk, maar ja, dat weet je. Hier ben ik hoor. We zijn er al. Nou, ik draai nog even om voor het liedje. Dat is heerlijk en kiss me, please. Kiss me like it's for the first time. Kiss me, kiss me, kiss me, please. Honey, you're wonderful to me. Sha-la-la-la-la-la-la-la. 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 Hey! Hey, hello, so you're the greatest lover. Hey, hello, you're such a sexy thing. Come and sing and let us dance all night. Do you make me feel, feel alright? Betty, dankjewel. En ik vind het een wijze les. Als iets moet, moet je het niet doen. Nee, vooral niet. Dat is eigenlijk je levensles ook wel. Ja, hou op. Je moet het wel willen. Je moet het niet moeten. Zo stom vind ik dat. En welk cijfer geef je je leven op dit moment? Tot nu toe? Nou ja, er zijn natuurlijk 3 geweest, maar nu geef ik het toch wel een 9 hoor. Ja toch? Daar ga ik eruit. Oh daar. Hier. Dankjewel lieve Aram. Ik vond heel het leuk. Enig. Het is een hele speciale knop, die naar achteren. Ik vind het een hele rare knop. Doei! Tot ziens Pet, tot snel misschien. Doei! Doeg! Tot snel misschien hè. Ja.